Al bijna 100 jaar beleven we de ene na de andere doorbraak in de geneeskunde. Antibiotica, vaccins, orgaantransplantaties. Er wordt hard gewerkt aan nieuwe behandelingen tegen kanker, onderzoek gedaan naar nieuwe medicijnen en we krijgen steeds beter inzicht in het functioneren van ons lichaam. Die inspanningen werpen resultaten af. Infectieziekten eisen in welvarende landen veel minder slachtoffers dan vroeger. Kanker betekent niet meer automatisch een doodvonnis. Reuma-patiënten hebben geen rolstoelen meer nodig en de sterfte aan hart- en vaatziekten is gehalveerd. De nieuwste ontwikkelingen dienen zich ook al aan. Operatierobots, protonenbestraling en gentherapie. De wetenschap belooft op termijn alle medische problemen op te lossen. En de klinische praktijk staat te trappelen om de nieuwste technieken en behandelingen te gebruiken. Al die nieuwigheden kosten een hoop geld. De uitgaven aan de zorg nemen sinds begin jaren zeventig veel sterker toe dan de inflatie. De totale levensverwachting is de afgelopen decennia ook toegenomen, maar de levensverwachting zonder chronische ziekte is afgenomen. Mensen leven dus wel langer, maar vaak niet in goede gezondheid. De medische doorbraken van de laatste jaren redden enkelingen, geen massa's. Daar komt bij dat de verschillen in gezonde levensjaren en in levensverwachting tussen hoog- en laagopgeleide de laatste jaren alleen maar zijn toegenomen. Hoogopgeleide leven vandaag de dag 19 jaar langer in goede gezondheid dan laagopgeleide. Ze leven bovendien bijna 7 jaar langer dan laagopgeleide. Dat heeft niets te maken met de stand van de medische wetenschap, maar alles met ziekmakend gedrag, roken, te vet en te zoet eten, te veel alcohol drinken en te weinig bewegen. Ziekten als obesitas en diabetes type 2 komen steeds meer voor en zijn een motor voor allerlei andere complicaties die medisch ingrijpen vereisen. Om dat tijd te keren helpt het om te investeren in educatie en voorlichting, om de openbare ruimte slimmer in te richten, vet en zoet eten te belasten en om de verkoop van tabak aan jongeren te verbieden. Maar wie moest zich daarvoor inzetten? De politicus? Of de dokter? Elke euro in de gezondheidszorg kan maar één keer worden uitgegeven. Geven we die uit aan nieuwe, levensverlengende en levensreddende behandelingen? Of zetten we die in om de gezondheidsverschillen te verminderen? Maken we ons sterk voor de individuele patiënt? Of maken we ons druk over een ziekmakende maatschappij? Wat levert bij euro de meeste gezondheidsdienst op? Ofwel... Worden we met z'n allen wel beter van nog meer curatieve zorg?